De regering maakt zich sterk om de nabestaanden van de slachtoffers van het Matawai-gebied mentale zorg en sociale begeleiding te bieden. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie zei gisteren namens de regering in de Nationale Assemblée dat er hiervoor een team is samengesteld onder leiding van de directeur van Medische Zending. Die is met andere deskundigen van PCS en andere ziekenhuizen, hebben ze een team samengesteld en die zijn nu een plan aan het maken samen met de lokale bevolking om dus de mentale zorg te bieden en de sociale begeleiding te geven en de mentale begeleiding te geven. Vooral aan de mensen die direct erbij betrokken zijn, dus de familie en nabestaanden van zij die omgekomen zijn in deze ramp. En dat gaat doorgaan tot er behoefte is. En voor de rest kijkt de regering ook uit naar mogelijkheden op dit moment van wat er verder gaat gebeuren en wanneer we maatregelen afkondigen, hoe we dit verlies die ons allen treft, hoe we hiermee kunnen omgaan en hoe wij samen in de leed kunnen delen als samenleving. De zoekactie is nog gaande. Ook heeft de regering hulp gekregen van de Franse autoriteiten die meehelpen in de zoekactie. In verband met dit tragisch incident heeft de regering 23 en 24 november afgekondigd als dagen van nationale rouw ter betuiging van medeleven en solidariteit met de families, de nabestaanden en de gehele Surinaamse bevolking. Vlaggen worden op deze twee dagen half stok gehesen en aan radio- en tv-stations wordt gevraagd hun programmering aan te passen.